Ik kan niet geloven dat we dit bijna hebben geskipt. Goedemorgen, we gaan vandaag van Oudhoorn naar Hermanus. Vanochtend toen werden we wakker door het geluid van een hoge drukspuit. Hier buiten. Dus wij dachten, oh, plantjes water, gebouw schoonmaken. Nee, ze maken alle auto's schoon. Een extraatje, I guess. Kijk, hier weet je tenminste hoe je vegan stevig kan ontbijten. Beter dan alleen maar zo'n fruitschaaltje en toast. Hallo. No offense voor jou, maar ik ben blij dat we hier... Oh. Oh, hallo. Doen we een selfie? We doen een selfie. Niet mijn hoofd eraf pikken. Oké, ik vind het... Ik ben nog nooit bang voor het dier geweest, geloof ik. Maar ik vind deze toch wel een beetje... Ik weet het niet. Zo'n snavel en ze kijkt je zo indringend aan. Anyways, ik ben blij dat we hier zo meteen weggaan. Oké, het zijn echt rare beesten. I can't. Ja, alles. Twee tenen, die ogen, die snavel. Zo'n klein hersentje. Ja, wat we hebben gehoord is dat hun ogen groter zijn dan hun hersenen. Kijk, koeien die hebben zo'n oormerk in hun oor en zij hebben het in hun nek zitten. Echt niet leuke. Nee, zeg er wat van. Goeie speech. We zitten weer eens in de auto, maar kijk hoe waanzinnig mooi het hier is. Echt. Onze eindbestemming vandaag is Hermanus, zoals ik vanochtend zei. Maar we zijn eerst aan het kijken, we gaan zo meteen kijken, of ze bij de Kango-grotten heel toevallig misschien een plekje voor ons hebben. Oh, lievel. Een plekje voor ons hebben voor de tour van 10 uur 's ochtends. Ik ben sceptisch, maar het is het proberen waard. Ik ben oprecht verbaasd. 3 kaartjes was geen probleem. Terwijl er op de website staat dat reserveren bijna verplicht is. Dat het niet echt anders kan. Maar het lukt dus. Dus we gaan over 2 minuten of zo de grot in. Oké, duidelijk. Zoals je kan zien, wonen er mensen in deze grot? Nee, oké. Ik weet niet waarom deze poppetjes hier staan. And the word Kango, it comes from the Bushmen. It simply means place of water between hills. Het is hier echt zo cool. Het is echt een mega kamer. En er werden hier dus vroeger ook concerten gegeven. Maar dat is nu gestopt, want mensen waren de grot aan het vernielen. Maar de eerste persoon die dit ontdekte, het enige wat hij had was dit lampje. Of nou ja, iets met zoveel licht. Nou, dan zie je dus niet zoveel. Maar nu kunnen we een heleboel zien. En het is echt super mooi. Ik ben blij dat we toch nog mee konden hier. Ik vergeet dus altijd wel wat nou stalagmieten en stalagmieten zijn. Welke nou hangen en welke nou staan. Maar ik heb het ezelsbruggetje weer bedacht. Tieten hangen en stalagmieten die staan op. Ik ben echt al wel in een heleboel grotten geweest. Maar deze is echt gigantisch. Echt heel bijzonder. We zijn nu in de tweede kamer en die is gewoon, ik kan niet geloven, nog spectaculairder dan de eerste kamer. Het is echt, ik kan niet geloven dat we dit bijna hebben geskipt. Als je hier zo kijkt, dit gaat helemaal van de onderkant naar de bovenkant. En dat is dus waar een stalagmiet en een stalactiet elkaar bij elkaar zijn gekomen. En dit is echt zo huge, dit hele gebeuren. En het is 1,5 miljoen jaar oud. 1,5 miljoen! Dat is toch crazy? Nog een fijne bijkomstigheid van deze grotten. In veel grotten zit je helemaal in een muts en een jas en is het koud. Deze grotten zijn constant 19 graden. Dus ik kan gewoon in mijn hemdje en mijn vestje. En
is helemaal lekker warm. Het is wel vochtig. Het is iets van 40% vochtigheid. En als je nog dieper gaat, wordt het iets van 96%. Maar daar gaan we vandaag niet naartoe. Maar dat is behoorlijk vochtig. Ik vraag me af hoe nat je daaruit komt dan. Want het is ook, dat is dan zeg maar nog een extreme tour. En dan moet je hem ook kruipen ook en zo. Best wel vet. Maar ja, als je dan ook nog eens op de grond moet gaan zitten kruipen, dan ben je echt helemaal nat, denk ik, aan het eind. Die tosti dough. Hoe verzin je het? Sunset and dark Africa. Wij hebben dus net de normale tour gedaan, maar je hebt ook een extreme tour en dan moet je dus door zo'n groot gat kruipen in de grot. Misschien de volgende keer. Rijden door de bergen en het is zo mooi. Kijk. Echt prachtig. Appies. Dag Appies. Wat zijn ze nou aan het doen? We gaan de weg likken. Oké. Een plekje heet de Blue Cow in Berrydale. En ze hebben hier vissen in het water. Hele grote en een heleboel. En ze hebben me net brood gegeven om aan ze te voeren. Zo. Volgens mij hebben ze echt honger. Ze zitten, heet het, super zielig met hun mond open. Het is genoeg voor iedereen, jongens. Eet in ieder geval het suiker van de... Er staat er nog suiker van de koffie of thee. Het smiegt. Er was even wat misgegaan. Ik was namelijk mijn camera vergeten. Maar jullie hebben niet veel gemist, want we hebben alleen ingecheckt. We verslapen vanavond in Balaya Guesthouse. En we hebben Italiaans gegeten. Super grote kop pasta, was super lekker. Heb iets te veel gegeten. Maar, wacht, mag de tv wat zachter? Oh, ik heb zelf de afstandsbediening. We slapen dus in Balaya Guesthouse. En blijkbaar voelen zij een noodzaak om hun gasten op te voeden. Want het is zo dat ze om 10 uur het internet eraf halen. Dan heb je gewoon geen wifi meer. En om 6 uur 's ochtends zetten ze het er weer op. Echt, wie heeft dit bedacht? Hebben ze door dat het de 21ste eeuw is? Ik weet niet waarom. En het is zo raar. Maar ja, we hebben dus nu geen wifi meer, dus we gaan maar slapen, want zo desperate zijn we. Oh ja, en nog in een ander nieuws. Toen we hier aankwamen, toen hoorden we
heel leuk nieuws, namelijk dat onze whale watching trip morgen misschien niet doorgaat, omdat er slecht weer op komst is. Dus morgen om 7:45 horen we het. Dus, nou, ik hoop dat het doorgaat. En anders hebben we een vrije dag of zo. Nou ja, dus slaap lekker. I walk with you.